Oké, dames en heren, het seizoen is afgelopen en dat betekent dat wij 21 weekwinnaars hebben van Alping Doelpunt van het Week. Ik ga daar 5 doelpunten uit selecteren en daar gaan we het Alping Doelpunt van het Jaar van maken. Dus aan mij de grote klus om 5 doelpunten te selecteren en aan jullie om te gaan stemmen op deze 5 doelpunten. Daar gaan we! De eerste genomineerde is Koen Kroonen van U de Heren 1. Als je zo'n goal maakt. De tweede is Jeroen Eke van Haarlem Heren 1. Zo, een van mijn favo's is dit. Heel netjes. Het derde doelpunt is Matthijs Aukema van Hudito Jongens A1. Het vierde doelpunt is Caries Arkebout van Leonidas Meisjes D2. Wordt nog lastig dit. En nummer 5 is Puk Jesseren van Boelie Meisjes D1. De laatste. Die is ook netjes. Dat waren de 5 genomineerden en nu is het aan jullie om de winnaar bekend te maken. Dat kan via hockey.nl, via deze link hieronder. En veel succes, want het waren hele mooie doelpunten. Tot gauw!